Hallo allemaal, Mark Kampman hier. Ik heb even wat tijd, ik zit in de auto te wachten op mijn vrouw. Dus ik dacht, waarom doe ik niet even een kleine videoboodschap ter voorbereiding op ons geweldige avontuur dat we aanstaande zaterdag beleven. Wat is er met mij gebeurd in deze, 40 jaar? Na de HEO ben ik een halfjaartje in Amerika gaan reizen. Was bijna Amerikaan geworden, maar kon geen visum rondkrijgen. Ben toen teruggekomen, ben bij IBM gaan werken. Heb 4 jaar IBM gezeten. Ben toen bij Burroughs, Unisys. Altijd in de technology gezeten. In 1989 ben ik naar Engeland gegaan met mijn toen vrouw en 2 kinderen. En ben in Europese gaan werken. Geweldige tijd gehad. Alle landen in Europa gewerkt. Ondertussen mijn 3de zoon gekregen. In 1993 moesten we beslissen, gaan we terug of gaan we door? En toen heb ik een kans gekregen om in San Francisco te werken, in Silicon Valley. En daar ben ik in 1993 naartoe gegaan. Heb daar een aantal jaren gewerkt. Stond aan de bakermat van het internet. Heb als een van de eerste bij ons in het kantoor het internet gedemonstreerd. En ben zo op die manier in de online marketing terechtgekomen. Ben in 1995 terug naar Nederland gegaan. En ondertussen met 4 zonen. En we konden niet meer wennen. We hadden wat ze noemen een reversed culture shock. En toen zijn we in 1998 weer teruggegaan naar Londen. En daar woon ik ever since. Laat ik het zo zeggen, 50 kilometer buiten Londen. In Reading bij Berkshire. En ben in de laatste 6-7 jaar mijn eigen social media training bedrijfje begonnen. In mijn woonkamer voor lokale businesses. En snel is dat uitgebouwd tot social media training voor businesses all over the world. Ik heb een lot of work gedaan in Azië, in het Midden-Oosten. En heb een paar jaar geleden mijn eerste boek hierover gepubliceerd. Social Media for Business. En ja, leef mijn droom, mijn eigen baas. Kan werken wanneer ik wil. Hoeft niet te werken, maar geniet ervan. En als een oude fart, de voorfront van mijn beroep. Jonge mensen trainen hoe social media en online marketing te gebruiken in hun business. Een paar jaar geleden ben ik verliefd op Marrakesh geworden, samen met mijn vrouw, en hebben we een huis in Marrakesh gekocht. Dus nu zijn we in de staat dat we 's winters in Marrakesh en 's zomers in Engeland. Dus wat willen we nog meer? Ik kijk er ontzettend naar uit om jullie allemaal aanstaande zaterdag te zien en om alle oude koeien uit de sloot te halen. En ik neem ongetwijfeld aan dat er nog een paar verrassingen gaan komen. Welke weet ik niet. En we zullen het wel zien. Dus tot zaterdag allemaal. En voor die mensen die een verre reis moeten doen om te komen, geweldig dat jullie dat ondernemen. Ik reis zelf vrijdag vanuit Engeland door de tunnel naar Breda. Slaap daar bij mijn broer. En zie jullie allemaal aanstaande zaterdag. Ik kijk er ontzettend naar uit. Tot dan!